Ik heb al zoveel extra gommers aan de lijn gehad en het liegen is zo manifest. Het staat ook in hun chats, waarin ze elkaar motiveren van als, als je wordt gebeld door journalisten. Uh, uh, reageer niet, of. er uh, wordt gewoon manifest gelogen. Ja, en als je dan. Ja, ik, ik, die, die, ja, het wordt onmenselijk dekt het echt wel, zij. zij en dat heb ik het niet over de 18, 18 verdachten op het, op het proces, maar meer over de, de generaties daarvoor. Die waren, hebben elkaar gekweekt tot ja, mm -hmm. onmensen. Welkom bij onze podcast, zo meteen gaan wij Douglas De koning interviewen, hij is misdaadsjournalist bij De Morgen en hij heeft een boek geschreven over uh, de zaak rond Reuzegom en Sandadia. De meeste mensen kennen de naam van uh, Sandadia wel, hij was een Antwerpse ingenieurstudent die in Leuven studeerde en die zich in uh, 2018 heeft laten dopen bij de studentenclub Reuzegom. Die doop, zoals dat de meeste mensen weten, die liep fataal af. Ik weet dan nog hoe, ik was toen ook student in Leuven en dat was eigenlijk het gespreksonderwerp dat we overal rondom ons hoorden. We vroegen ons ook af hoe is het zover is kunnen komen dat iemand sterft bij een studentendoop. Binnenkort komt er de finale uitspraak na vijf jaar rond het uh, proces van Reuzegom. En daarom hebben wij besloten om eigenlijk Douglas de Koning zelf aan het woord te laten om ons uit te leggen hoe dat het zover is kunnen komen. Welkom, Douglas de Koning. Hallo. Jij bent uh, misdaadjournalist bij De Morgen. Ja, goed. Uh, en uh, je hebt een uh, boek geschreven over uh, de zaak rond Reuzegom en Sandadia. Ja. Het boek heet uh, Ontmenselijkt, achter de schermen bij studentenclub Reuzegom. Uh, ik denk dat jij de ideale persoon bent om ons een beetje mee te nemen in het uh, verhaal achter Reuzegom en de gebeurtenissen. Um, nu dat heeft veel studenten eigenlijk uh, geraakt die gebeurtenis en, uh, veel studenten oh. zijn daarmee bezig van oké okay, hoe is dat zo ver kunnen komen? Um, dus misschien is dat goed als je misschien eerst begint met een beetje uit te leggen van oké okay, um, uh, Sandadia, wie was dat? Wat voor iemand was dat? Wat kwam die precies doen bij Reuzegom en wat is er precies gebeurd? Ik denk dat we meteen beginnen met uh Um, de minst beantwoorde vraag in heel dit verhaal: hoe Sandadia bij die club terechtkomt, wat hij daarvan verwacht, um, wat we gaan, kunnen erover kunnen zeggen, is eigenlijk puur speculatie. Uh, een collega van mij, Pieter Huibrechts, heeft in zijn boek over dezelfde zaak um, een vechtpartij um, genoemd van een aantal reuzegommers in Antwerpen in de zomer uh, voorafgaand aan het drama 2018. Dat hij daar zou tussen beiden gekomen zijn. Sanda was blijkbaar nogal een struische jongen. Dwong blijkbaar door zijn manier van doen vrij veel respect af bij de mensen rondom hem. En eigenlijk een ordinaire vechtpartij waar hij topnam voor een aantal reuzegommers, zou de reden zijn geweest dat hij graag bij die club wou komen. Ik vind het nog altijd een heel vreemd beeld. We weten intussen wie de broer van Sanda's. Uh, we hebben die familie leren kennen op het proces. Je zit daar in twee totaal verschillende werelden. Uh, een, een, een half Afrikaans gezin dat met heel weinig middelen zich een bestaan heeft proberen opbouwen hier in in, 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 in België. En dan ja, die die, die reuzengommers, allemaal uh, Visa Papa, Ik kan dit niet anders benoemen, bezig met uh, met welke auto rijdt u, rijdt uw vader? Hebt, hebt gij een zwembad? Hoe, hoe groot is de oprit van uw villa? Dat speelt zich allemaal af in de, de regio Schilde, Kapellen, de, de, ja, die, die heel rijkbedeelde regio rond, rond Antwerpen. Wat Sandadilla daar te zoeken heeft, ik, ik, ja. nog eens, het is speculatie. Mm -hmm. Een van de dingen die mij um, enorm heeft getroffen toen ik het, um, ik heb het volledige gerechtelijke dossier kunnen. Lezen. En een van de zaken die mij daar enorm heeft getroffen, ik vind het jammer dat het op dat proces niet ter sprake is gekomen, is dat je, dat je ziet dat al die rituelen uh, zijn uh, omhuld met een sfeer van geheimdoenerij. Uh, de inhoud van de buitendoop, die uiteindelijk Zandadia fataal is geworden, was blijkbaar een van de best bewaarde geheimen van het uh, Leuvense uh, studentenleven. En dus op een gegeven moment heeft, men, heeft de politie de laptop van de van de, presis, de leider van Reuze, Reuzegom, uh, onderzocht. Men heeft er screenshots gemaakt. En op die screenshots zie je bijvoorbeeld een bestandje Draaiboek Doop, mm -hmm. Financiën Reuzegom. Allemaal dingen die geweldig geheim moesten blijven. En, maar er is ook een bestandje en dat heet examenvragen. Mm -hmm. En... Uh, als je dan spreekt met mensen die in Leuven hebben gestudeerd, die het wereldje van de laatste jaren daar een beetje kennen, uh, komt er zo één ding toch terug. Ja, Die reuzengommers, uh, die halen allemaal fantastische resultaten. Maar die zitten wel de hele dag op café, die zijn constant aan het feesten. Hoe, hoe, hoe doe je dat als student? Hoe, uh, ja, en als je dan dat bestandje ziet, examenvragen, dan vraagt je je af waarom, waarom heeft niemand dat ge geopend, waarom is daar niet, niet verder op doorgegaan. Maar, mm -hmm. Ik heb een stil vermoeden, kan zijn dat mij daar totaal in vergis, Dat er een soort. Uh, ja, dat er meer is dan alleen maar een, een zuipende en lullige tekstjes debiterende studentenclub. Ja. Je begint er eigenlijk al een beetje zelf over, Emma. Dus um, dat beschrijft je ook in je boek: de achtergrond van die reuzegommers. Um, het waren zonen van advocaten, juristen. Uh, bedrijfsleiders, ik denk dat er zelfs iemand van adel uh, bij ja, zat. Ook, ja, ja. Uh, ja, dat is toch wel frappant eigenlijk dat ze zichzelf een beetje de, de zelfverklaarde elite, uh, elite ja. noemden. Ja. Hoe, hoe kwam dat terug, dat, dat aspect van oké, okay, wij zijn de Vlaamse elite? Op welke manier uh, schoof dan, om dan naar voren? Je moet eigenlijk terug naar het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh -huh. Een beetje zot misschien. Reuzegom is gesticht mede door Hugo Schils, mm -hmm. uh, iemand die zelf in de gevangenis heeft gezeten wegens collaboratie. Um, wat is de context na de Tweede Wereldoorlog? Het is dus dat de hele Vlaams-nationalistische beweging um, een deel is gesneuveld aan het Oostfonds, uh, een, een ander deel is gevangen gezet. Uh, je zit daar eigenlijk met een, hoe moet je dat zeggen, een politieke beweging die volledig... Um, Zichzelf heeft in de vernieling gejaagd. En het idee is op een gegeven moment van um, bijvoorbeeld Hugo Schiltz was de enige in zijn gezinnen waren in die tijd groter dan vandaag. Het idee was dat, een, uh, dat hij als enige van zijn gezin zou gaan studeren in, in Leuven. Uh, en dat komt ook terug in die eerste generatie reuzen, omdat dat zijn allemaal de uitverkorenen, die ene. Talentrijke zoon van de familie die wordt naar Leuven gestu gestuurd. Het hele spaargeld van de familie gaat daaraan op. En het idee, letterlijk, is het creëren van een nieuwe Vlaamse elite. En zo ontstaat Reuzengom. Met um, een doopritueel dat er in het begin in bestaat dat ze de kegelaar moeten kunnen dansen. Dat is een Vlaamse volksdans. Het ontstaat echt extreem onschuldig. Um, Grappig. Het evolueert mee met zijn tijd. Je komt op een gegeven moment in midden jaren 70, ik heb gesproken met, uh, voor het boek, met de een van de toenmalige Prezissen, die zei dat ze toen waren geëvolueerd naar een doop waarin dat, um, de ene schacht, ze moesten met een Emmertje Zand een café binnenlopen in Leuven en een Emmertje zand mm -hmm. uh, omdraaien op de vloer van het café. En dan moest er een tweede uh, schacht komen die moest aanroepen naar de mensen in het café, moet er nog zand zijn? Mm -hmm. dat, dus was dat was nog ludiek en grappig. Uh, ja, en uh, of ze moesten in het station van Leuven, in de, zo, weet dat, fotomaton fotomatonhokje, uh, moesten ze een foto van hun achterwerk maken, dat soort dingen. En dan evolueert dat ineens. Uh, we kunnen de, de websites van Reuskom kunnen hacken. Mm -hmm. In de periode 2002, 2003, 2004 zie je opeens um, dat het gewoon een, een fascistisch clubje is geworden. Men dweept met de koekoeksklan. Uh, er, er verschijnen beelden van, van mensen in, in outfit van de koekoeksklan, met dan het logo van Reuzegom erbij. Uh, en men begint enorm te dwepen met, met extreme rechts. En ja, dat, dat maakt het voor mij ook een beetje onbegrijpelijk. Wat komt iemand als Sanda Dia bij die club doen? En zo, ik, ik kom eigenlijk tot een, in het boek tot een... Ja, ...tot de vaststelling dat, dat um, wie bij Reuzegon komt in die laatste jaren die we nog hebben, mm -hmm. 2017, 2018, dat dat uh, fascistoïde trekje een beetje naar de achtergrond is verdwenen. Het gaat alleen nog om, om zuipen en meisjes binnendoen en het idee van met zo'n groen-wit lintje. Want dat krijg je als, je als je wordt toegelaten tot de club, blijkbaar uh, staat dat symbool voor gegarandeerd uh, maatschappelijk succes, gegarandeerd uh, een, een grote carrière, vooral in de corporate finance. Het probleem is alleen dat die, jongen, die jongens, die 18, die nu van uh, die Afgelopen maanden, uh -huh. weken in, in de beklaagdebank zaten bij het Hof van Beroep in Antwerpen. Dat wat zij deden, um, erop gericht was indruk te maken op de generaties voor hen. Uh -huh. En dan werd het eigenlijk elk jaar uh, een trap erger, uh, zeg maar. Die, die wat het doopritueel betreft wel. Uh -huh. ja. uh -huh. uh, ze hadden daar een draaiboek voor. Um, uh -huh. Als je dat leest, dan denk je echt van: uh, wie, hoe ziek kun je zijn? Uh, zij moesten uh, levende muizen de koep afbijten. Zij moesten kakkerlakken binnenwerken. Allemaal dingen waar ze in het geval van Sandadia nog niet eens aan toegekomen waren. Maar ze moesten in een put plaatsnemen, ze moesten met, met water worden overgoten met koud water. Zij moesten massas visolie naar binnen binnenwerken, wat uiteindelijk Sandadia fataal is geworden. En het heeft niet zoveel geschild of de twee andere schachten. Die, die avond was hetzelfde overkomen. Mm -hmm, mm -hmm. En dus, eigenlijk um, lijkt dat een beetje, als ik het goed begrijp, ook uit je boek en zo. Dat er een soort van sfeer eh, hing, eigenlijk: van wij zijn de elite, wij zijn hard, wij doen extreme rituelen. En dat is ook een manier om ons eigenlijk als Vlaamse elite, want het is ook het, het Vlaamse aspect, eh, dat je zelf ook aanhaalt, om ons eigenlijk te onderscheiden van, van de rest. Ja, en. en wat mij vooral op, is opgevallen is, uh, wat gebeurt er de nacht op het moment dat duidelijk wordt dat het fout gaat aflopen met Sandadia. Op een gegeven moment komen er vanuit het ziekenhuis berichten van, um, dit komt niet meer goed. Hij uh, heeft een hartstilstand uh, ondergaan. Het eerste wat men doet is uh, in de WhatsApp groep alle ex reuzegommers verwijderen. Alle sporen naar ex reuzegommers wissen. Ik vind dat heel betekenisvol. Dat, dat wijst er eigenlijk op dat al die. Men gaat het extreme in om zich te bewijzen tegenover mensen die, die, die de jaren daarvoor lid zijn geweest van Reuzegom. En wat je ook ziet is dat um, die helpen elkaar. Het is een soort verbindenis voor het leven. Uh, als je bij Reuzegom bent geweest, ze lieten maar een een twintigtal uh, leden in totaal toe. Dat betekent dat er per academiejaar drie, vier, vijf, zes gedoopt... toegelaten werden om, om te worden gedoopt. Mm het -hmm. um, is heel select. Uh, dat is heel select, ja. ja. ja, ja. En wat je, van, wat je op de koffer van het boek ziet, die hele rij, is eigenlijk... Ja, daar loopt het een beetje mis. Uh, ik, hier zijn ze bijna met z'n... Ja, één, twee, Zijn met achten ziek. Nee, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zeven is eigenlijk uitzonderlijk veel. Ja. Dus ze hebben heel veel schachten toegelaten in 2017. Mm -hmm. Dat worden dan de latere de sadisten van het jaar. De temmers van uh, de, de schachten. schachten na, ja. Erna, ja. Ja, ja. En het, zou, het lijkt er een beetje op dat het daar is misgelopen met de hoeveelheden Visoli. Mm -hmm. Er is een bestelling geplaatst van Visoli voor zeven schachten. Uh, en als je die, die hoeveelheid toedient aan drie, dan is het blijkbaar ja. op het fout. Het dus was Sanda en dan twee uh, ja. medigten inderdaad. Ik vind dat interessant dat je ook spreekt over um, de, de gebeurtenissen vlak erna. Uh, in je boek gaat je ook um, redelijk uh, ja, in detail in, op basis van het gerechtelijk dossier, over op alle berichten die daarna zijn gestuurd in de uren en dagen na mm -hmm. de, de doop. Uh, en wat eigenlijk opvalt, is dat zij heel snel hun sporen proberen uit te wissen. En dat zij heel snel berichten verwijderen, het kot van Zandadea ook opkuisen. Mm -hmm. Hangt af, ja, is daar een beetje, niet, een beetje een samenhang tussen, wij zijn de elite, wij kunnen extreme, extreme dingen doen, ons alles permitteren, en ook daar, daarna eigenlijk ook um, uit een gevoel van onaantastbaarheid denken, we moeten dat hier zo snel mogelijk uitwissen, zodat ze ons niet proberen te pakken. Hangt dat niet een beetje samen? Dat hangt zeker samen. Um, ze wissen sporen, um, duidelijk, omdat wat ze doen is geheim en vanuit hun optiek uh, moeten sporen worden gewist. Ik, heb alleen, ik stel me daar wel op vragen bij hoe men dat uiteindelijk juridisch heeft benaderd. Um, in het draaiboek zie je bijvoorbeeld dat ze verplicht worden om lijn koken te snuiven. En op het proces is er een van de advocaten die zei van. Hoe sporen wissen, hoe sporen wissen. Er zijn helemaal geen sporen gewist. Ze hebben gewoon een beetje het, het, het terrein rond de Chalet, waar het gebeurde, proper gemaakt. En bijvoorbeeld die blik visolie hebben ze niet eens weggemaakt. Die stond daar nog. Dat lag daar in een, vuilnis, een vuilnisbak, een vuilniszak, sorry. Um, ja, er zijn sporen gewist, maar ik denk niet dat zij door hadden, uh, hoe schadelijk die visolie, dat blijkt ook alles, dat ze totaal geen idee hadden dat ze daarmee. Uh, de zoutwaarde bij Sandadia uh, tot op een alarmerend niveau brengen. Want er zijn wel sporen gewist, duidelijk. Dat zie je, uh, 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 maar kook is er niet gevonden. Maar uh, zij ze zeggen allemaal hetzelfde. Uh, die kook, dat was geen echte kook. Dat was een lijntje uh, bloemsuiker of, of bloem. Uh, ja, ik, ik stel mij daar vragen over. Uh, als het er om gaat om kakkerlakken te eten, zijn het wel echte. Echte echte kachelakker, kachelakker. Uh, als mm -hmm. het gaat om muizen, zijn het echte muizen. Mm -hmm. Als het gaat om cocaïne, is het opeens bloem. Ik, vind dat... mm -hmm. ik, snap, ik zie de logica niet. Ja. Misschien om nog eens terug te grijpen ook op de, de achtergrond van Sandadia. Je hebt eigenlijk heel mooi beschreven hoe, de, hoe dat Reuzygong een club was dan van, uh, ja, van, van rijke luiszoontjes, zoals dat je zelf zei, uh, die zichzelf als de elite beschouwt. En dan heb je eigenlijk iemand als Sandadia, die de zoon van een, uh, een Senegalese. Ik geloof dat zijn vader Senegalees is, uh, van arbeidersmigrant eigenlijk. Uh, Sanda is de ja. hogere studies aanvatten. Uh, dat is toch ook wel opvallend dat je dan een jongen hebt die eigenlijk probeert op te klimmen uh, op de sociale ladder die dan bij zo'n club terechtkomt. Ja, en ik snap het al iets beter door het proces te volgen. Um, als ik die schachtentemmer. Bezig hoor als ik de, de prezes bezig hoor. Um, zijn bleken mij oké okay gasten te zijn. En wat er kern is in hun verhaal is van het was theater, wij speelden een rol. Het um, script is geschreven door mensen voor ons. En ik hoor daar, ik zie, ik zie daar redelijk sympathieke gasten zitten, eigenlijk. Um, het, 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 het beeld dat je. Het, 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 wat ik bedoel met ontmenselijkt is dat deze gasten blijkbaar door hem... Ja, dat heel het idee achter de om, is om mensen te ontdoen van, van menselijkheid. Om tot een soort uh, psychopaat te kunnen komen die, die perfect kan functioneren in een, in een wereld waarin heel drastische beslissingen moeten worden genomen. In een wereld uh, die, die volop... Um, op het meest, uh, irritante, de meest irritante vorm van kapitalisme, dat men, dat men ze daarvoor aan het klaar, klaarstomen was. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus eigenlijk die, ja, die harde, ontmenselijkende ideologie om je klaar te stomen, eigenlijk in een heel egoïstische ja, want, want Heel, wereld, heel veel uh, mensen uh, denken van uh, het zijn zoontjes van magistraten en advocaten, dat geldt mm -hmm. voor één, wat magistratuur betreft. Mm -hmm. Maar de meesten komen allemaal in de corporate finance terecht, mm -hmm. in het bankwezen. Ja. Ook dit Na zijn... De gebeurtenissen? zijn er veel doorgestroomd naar. Uh... Ja, ja, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Het gaat allemaal om mensen die. Uh, dingen bedenken, zoals. Uh, hoe gaan we de, de lijst herstructureren? Mm -hmm. dat, is, dat is waar ze voor worden klaargestroomd. Mm -hmm. mm -hmm. Oké. Okay. Uh, de... Ik geloof dat het op de derde procesdag was in maart. dat uh, de advocaten van de Reuzengommers. ook de uitspraak hebben gemaakt. Uh, dat uh, de, ja, de, de heksenjacht op de reuzengommers en de publieke opinie die eigenlijk heel verontwaardigd is over wat er gebeurd is, mm -hmm. dat dat nu de, de schuld is van woke en uh, cancelcultuur. Dat is toch een beetje de feiten omdraaien. Omdat mensen zijn, zijn, zijn terecht heel boos op uh, wat er gebeurd is, is dat niet een beetje de, de mensen die kritiek hebben op het feit dat zoiets kan gebeuren... In de verdomhoek duwen de van het is, het is woke en cancel cultuur. Ja, daarom zijn ze natuurlijk advocaat om ergens een strategie te, te kiezen. Um, ja, heeft racisme een rol gespeeld in het feit dat uitgerekend Sandadia dit doopritueel niet heeft overleefd? Uh, Ik denk dat, je, dat het ergens half weg ligt. Je mag niet vergeten, op een, een van de in beslag genomen telefoons zijn filmpjes te zien waarbij dat uh, reuzegommer een, een Afrikaanse bedelaar uh, mm -hmm. vernedert. Ja. En dat dan ook nog filmt um, een paar weken voor het fatale ritueel. Je zit midden in de periode van de pano over schild en vrienden. Um, waarbij dat je... Uh, Mensen van Schild en Vrienden zitten op bezoek bij Victor Orban in, in, in Boedapest tijdens een of andere zomerkamp. Uh, de reuzengommers gaan in het begin van het academiejaar ze gaan ook een citytrip maken. Waar gaan ze naartoe? Naar Boedapest. Mm -hmm. um, het, 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 het zit er ergens wel in en aan de andere kant is de beleving toch eerder... Omdat het choqueert, gaan wij het doen. Mm -hmm. Ja, maar er is wel een verband tussen ja. de twee, want uh, inderdaad... Ik bedoel, een, een dan... Afrikaanse bedelaar uh, zijn pet afnemen en dan beginnen zingen van Handjes kappen, de Congo is van ons. Ik weet dat er mensen zijn die beweren dat dat, dat een, een klassieker is mm. in Vlaamse studentenkringen. Uh, poeg, ik, 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 ik snap dat niet. Dat gaat, dat gaat mijn bevattingsvermogen mm. te boven. Want bijvoorbeeld de New York Times heeft dan, uh, denk ik... Uh, drie jaar geleden of zo, ook een heel groot uh, artikel. Ja, als je het dat heeft. vanuit Amerikaans of ja. Australisch of Canadees... Ja. Of, ja. Daarin ga, zeiden ze echt van, het is ga, een racistisch incident en het is een zwarte student. Ga, de die hele, die... Ja, en, en dan is er, was er ook op een gegeven moment enorm veel discussie. Was Zandadia de eerste ja. um, gekleurde reuzengommer Ja, nee, er was er nog één voor, hè, een paar, twee, drie jaar daarvoor. Ja. een van degenen de, die... Uh, die het op het proces uh, het luidst en het duidelijkst kon roepen van nee, 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 er is geen spoor mm -hmm. van racisme bij Reuzegom. Mm -hmm. mm -hmm. Tegelijkertijd zijn er ook incidenten vermeld waarin hij met het N-woord werd uitgescholden. Absoluut, ja, dus, uh, ja. Ja, mm -hmm. ja in, de, in de, de weken voor zijn dood is er een of andere studentenvuif in Leuven geweest waar, ja, paar, waar mensen die dat mee hebben georganiseerd uh, mm -hmm. dingen vertellen... De, Waarin er het N-woord de hele tijd valt. Ja. Of het voorval van de, de ex, uh, een ex-reuzegommer die in koekoeksklan-kostuum uh, naar een ja. feest is gegaan en zo. Dus er was duidelijk wel een ondertoon. Of, of in de chats, na, na, mm -hmm. na het overlijden van Sandadia, waar uh, een van de chats gaat erover van een oudere ex-reuzegommer, zegt tegen een van de jongeren. Je zei toch zeker dat ze op je telefoon geen, geen filmpjes kunnen vinden, waar uh, Zaken opstaan die als racistisch zouden kunnen worden bestempeld, en dan is het antwoord: van nee, nee die, die zijn allemaal al verwijderd. Dat heeft mij een beetje verbaasd. Ik vind dat de speuders, de initiële speuders in dit onderzoek, uh, heel degelijk werk hebben verricht. Ik weet één ding, stel dat um, de 22 oorspronkelijke verdachten moslims waren geweest en het slachtoffer uh, een niet-moslim. Dat er ga ik ervan uit dat alles nog uh, een stuk sneller zou verlopen zijn en dat mensen niet zomaar. Zomaar uh, zouden worden vrijgelaten. Ik denk dat ze allemaal, en dat zegt elke advocaat in deze zaak, welke, aan welke kant hij ook staat, die zegt van. vervang deze 18 Vlaamse jongeren door uh, moslimjongeren, die vliegen, allemaal, worden allemaal onmiddellijk aangehouden en die blijven maandenlang in voorarrest. Mm -hmm. En die, die krijgen niet de kans om hun telefoons uh, te zuiveren van zaken die eventueel belastend zouden kunnen zijn. Mm -hmm. Ik vind het ook interessant dat je in je boek eigenlijk. Zoals dat je ook net eigenlijk hebt uitgelegd, die, die parallel trekt tussen ja, een context. We schrijven 2018, waarin dat je de Pano-reportage van Schild en Vrienden hebt, uh, die racistische gezangen op Pukkelpop ja, ja, komen van wel. ons. Ja. Um, ik geloof dat er, um, uh, er was. Naar aanleiding van die incidenten op Pukkelpop was er ook een, een opiniestuk in Veto, het studentenblad, dat Congo uh, beter wa af was als kolonie. Dat kwam dan van het, uh, van het KVAV in Leuven. Uh -huh. En op een bepaald moment beschrijft je ook dat um, uh, een lid van Reuzegom ook bevriend was met uh, de president van het Seniorenconvent. Ja, dus goed, die alle onofficiële studentenclubs, zoals Reuzegom, uh, overkoepeld. En die president was eigenlijk ook lid van, het was van het het Schild en Vrienden. Ja. Ja. Is er. Is er een beetje een, een samenhang volgens u tussen ja, dan hetgeen wat gebeurd is met Sandadia en in het algemeen eigenlijk een tijdperk waarin dat we zien dat op universiteiten zulke extreemrechtse uh, stromingen eigenlijk terug de kop opsteken? Ja, die is on onmiskenbaar. Uh, mm -hmm. uh, maar dit gezegd zijnde, wat ik tijdens het proces ook heb gezien. Het valt een beetje buiten de context van, van je vraag, maar. Uh, dat is een van de twee schachten die overleefde. Die, die zei van. Um, je moest dat allemaal niet letterlijk doen. Je moest dat allemaal niet letterlijk nemen. Mm. Ze gaf je de opdracht om een vis door te slikken en terug uit te braken. Maar je kunt die ook gewoon nog even achter je, achter je tong houden. En dan uitspuwen. En doen alsof dat gaan braken, zit mm. um, Ook met die visolie. Je bent niet verplicht om dat allemaal door te slikken. Maar um, Sandadia. Uh, Volgens die, die schacht. Sandadilla was gewoon te eerlijk. En dan vraagt je, je af, hoe komt het dat al die witte jongens weten dat je hoe je door zo'n dop kunt werken zonder dat je jezelf uh, vergiftigt? En hoe komt het dat Sandadilla dat niet wist? Daar, daar blijft wel iets hangen van is het dan toch uh, huidskleurgebonden, of, of niet? Uh, Misschien ook over het, uh, over het proces zelf. Um, er is op een bepaald moment ook uh, de, de vader van Sanda die uh, verteld heeft in uh, de morgen, en ik citeer: Ik heb wel het gevoel dat er een soort klassejustitie speelt. Dat de zonen van advocaten, ondernemers en een rechter die nota bene ook voor de KU Leuven werkt, zwaarder doorwegen dan een zoon van een arbeider van allochtone afkomst. Dat is uh, een redelijk ja, opmerkelijk. Uh, uh, vaststelling ja, het is objectieveerbaar, ook. Ja. Mm -hmm. um, je, 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 dat is een bedenking die jij ook hebt gemaakt. Uh. Ik kan dat volledig onderschrijven. Ja. En in het boek toon ik ook aan hoe het onderzoek op een gegeven moment is helemaal is stopgezet. Kun mm -hmm. um, um, je gebeurt er, misschien wat uitleggen? Want wat gebeurt er in eerste instantie? Je hebt... Um, ja, de melding komt. Die jongen ligt... Uh, Ligt op uh, intensieve zorgen. Uh, artsen kunnen alleen maar uh, zeggen: van ja, het is kwestie van, van. Wanneer gaan we loskoppelen? Want er is geen hoop voor Sanadia. <tossimus> ja, dan ontstaat, dan ontstaat er een gerechtelijk onderzoek en wordt er een, uh, op een gegeven moment een onderzoeksrechter aangesteld. Waarom? Omdat er huiszoekingen moeten worden uitgevoerd. Uh, van zodra dat soort handelingen die zodanig u in de privésfeer gaan van de verdachten moet er een onderzoeksrechter worden aangesteld. Die onderzoeksrechter, een vrouw, Turnout, um, die neemt dat echt heel, heel erg ter harte deze zaak. Die zet daar een team van speuders op. Die mensen gaan met de beperkte middelen die ze daar hebben. Mm -hmm. Dat is zegt. Helzeze. Uh, Katrien Helze, inderdaad. Mm -hmm. uh, gaan zij um, huiszoekingen doen, ondervragingen. Ze doen dat heel correct, maar het zijn wel heel uitvoerige ondervragingen. Uh, zij willen echt zicht krijgen op de structuur van Reuzengom. Ook zij zitten daar naar te kijken van: wat is deze allemaal? Uh, de zijn er zijn daar blijkbaar springgaan of nee, gaan, uh, in insecten gaan kopen. Ze zijn muizen, levende muisjes gaan kopen. Uh, ze hebben daar visolie gebruikt. Er is daar sprake van cocaïne. Dit is, ik ja, bedoel, studentendoop is in regel altijd iets, iets mm -hmm. waar een hoop viezigheid bij komt kijken. Maar dit, 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 is, dit, is, dit is next level. Mm -hmm. uh. mm -hmm. Dus ja, zij proberen individueel die verantwoordelijkheden vast te leggen. En op een gegeven moment is er vanuit het parket, ik denk vanuit het Hof van Beroep in Antwerpen, is er iemand die vindt het nodig om. Zich te richten tot het Hof van Cassatie om te zeggen: Van ja, maar um, hij daar is de, de zoon van een magistraat die in dezelfde beroepscategorie zit als die onderzoeksrechter. Mm -hmm. Dus die onderzoeksrechter moet uit het, uit het dossier worden geweerd. Mm -hmm. En men stelt dat voor alsof dat een aansprekendheid is, maar als je een beetje. Uh, justitie volgt. Uh, het doet mij heel erg denken aan het zogenaamde spaghettiaris destijds in de zaak Dutroux. Mm -hmm. Waarvan alle juristen nu ook gaan zeggen van oh ja, ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Mm -hmm. Maar er zijn zoveel gevallen van, van van belangenvermenging die zoveel manifester zijn waarbij helemaal niemand een, een rood vlakje uitsteekt. Mm -hmm. waar, ja, want... waar, het, waar het onderzoek gewoon zijn normale mm -hmm. beloop krijgt. Ja. En wat zit je in die zaken zoals in de zaak Dutroux hebt zien gebeuren zoals in het onderzoek rond de bende van Nijvel met Freddy Troch. Je heb hebt zien gebeuren, men verandert van onderzoeksrechter en er komt een nieuwe onderzoeksrechter en die zegt, die, die steekt gewoon zijn middenvinger omhoog ja. en die zegt van, ik doe niks meer. Mm -hmm. Want dat is ook een uh, citaat dat ik uit uw boek heb gehaald, dat ik interessant vond, gezegd zegt op een bepaald moment, um, het is een wetmatigheid, het lijkt een wetmatigheid van het Belgische gerechtssysteem, dat de familie van het slachtoffer achterblijft met het idee dat het zoeken naar de waarheid verstoord wordt door een beslissing van, van bovenaf. Ja. Dat is eigenlijk dat dat je... Ge... Dat is wat je de slachtoffers van de bende van Eiffel, de nabestaanden in de jaren negentig, ja. begin jaren negentig hoort zeggen, dat is wat je de ouders van Julie en Melissa mm -hmm. uh, zoveel jaar later hoort zeggen, en dat is wat je nu de vader van Sandra Dia hoort zeggen. Mm -hmm. En gelijk heeft hij ook. Ik bedoel, wat hebben zij op een gegeven moment gevraagd? Uh, de advocaten van de broer van Sandra Dia, die als eerste uh, lang voor Sven-Marie ten Tonele verschijnt, is zij de, de enige die de burgerlijke partij vertegenwoordigt. Um, ja. Zij wil graag een overzicht van ex-leden van Reuzegom. Mm -hmm. Waarom vraagt zij dat? Ze wordt geconfronteerd met een die de zoon is van een Antwerpse magistrate, wat meteen tot gevolg heeft dat, dat, er, dat die onderzoeksrechter aan de kant wordt gezet. Mm -hmm. Um, zij dacht, ja, dat zou ik wel eens willen weten wie er hier nog allemaal in, te, in deze club gezeten heeft. Ik vind dat een heel legitieme vraag als je zicht wil krijgen op het verloop van de waarheidsvinding. Mm -hmm. En zij doet zo nog een aantal uh, verzoeken om, om onderzoeksdaden te, te mm -hmm. laten stellen. Die worden allemaal verworpen vanaf, vanaf het moment dat die nieuwe onderzoeksrechter er is. Mm -hmm. En langs de andere kant zijn er ook de, de vragen voor onderzoeksdaden eigenlijk van de advocaten van de Reuzegommers zelf. Die worden die, wel gehonoreerd, ja. Die het proces dan ook langer doen aanslepen. Dus ik, daar zou je dan misschien ook kunnen zien van, oké, okay, de wereld, de, ja, de, de rijke luizzoontjes, om het zo te zeggen, die, die ook wel echt grote advocaten, bekende advocaten... Maar ik zelf, uh, ging zelfs zo ver dat maar op een ja. gegeven moment... Um, er zijn drie reuze die op een gegeven moment um, tegen de hiërarchie in... Hebben beslist, we gaan nu met, met een van de auto's naar het ziekenhuis rijden. Ik ga daar heel uitvoerig op in. in want ik vind dat een aantal van de 18 die daar nu terecht staan, dat die eigenlijk zouden moeten worden vrijgesproken. Zeker die drie die Sanda Dia naar het ziekenhuis hebben gebracht. Um, op een gegeven moment zijn er dan advocaten die vinden dat de spoeddienst van het ziekenhuis in Malle, een heel klein ziekenhuisje, landelijk, dat die niet alert genoeg hebben gereageerd. Mm -hmm. Dat zijn de advocaten van uh, ja. een aantal van die reuzehommers die, die dat zeggen. Ja. Terwijl er intussen een, een team van experten is geweest. Um, elke gerenommeerde wetsdokter die heel die procedure hebben onderzocht. En die zeggen, ja, er is geen seconde verlopen. Dat is in de perfectie uh, verlopen. In mallen. Men heeft onmiddellijk ingezien dat men daar weinig zou kunnen betekenen. Men heeft hem onmiddellijk overgebracht naar een, een hoger gekwalificeerd ziekenhuis in Antwerpen. Mm -hmm. Maar dus ja, er zijn wel veel onderzoeksdaden die zij gevraagd hebben Die het proces wel echt hebben uitgerokken Absoluut, ja ah. hun, hun strategie was duidelijk, hè. ik bedoel, er is ook niks nieuws uh, Er is in de jaren zeventig ooit zo'n proces geweest Tegen twee jonge gasten van het, uh, het actiecomité. Die hadden tijdens een uh, ruzie, tijdens het beplakken van verkiezingsaffiches Hadden zij een uh, de man van een Franstalige doodgeslagen uh, men heeft toen het vooronderzoek jaren en jaren gerekt om uiteindelijk tot de situatie te komen dat men kon zeggen van kijk onze cliënten zijn intussen zoveel ouder en wijzer en ze hebben allemaal goede dingen gedaan. Uh, dat dat vind ik een beetje tragisch, is ook, dat zie je nu ook nu op, op het proces Reuzegom van uh, de advocaat van de Schachtentemmer die dan komt zeggen van ja, hij heeft een uh, Afrikaanse vluchteling geholpen bij zijn studiebegeleiding. Het moet een beetje naïef zijn om daar geen, geen strategie achter te Hij zien. Hij zou er misschien zijn gekomen. Ja, misschien de... wel, maar mm -hmm. laten we gewoon de dingen beoordelen zoals mm -hmm. ze zijn gebeurd. En ik vind dat die schachte temmer. Hij is een van de drie die Sandadia naar het ziekenhuis hebben gebracht. Ik uh, vind het heel, heel, heel moeilijk om in zo'n collectieve, zo'n proces van collectiviteit individu te gaan aanwijzen. Ik denk, als je ergens verantwoordelijkheden kunt aanwijzen, dan zijn het um, oudere reuzegoemers die tijdens de hele discussie ervoor hebben gepleit om vooral niet naar het ziekenhuis te gaan. Waaronder onder andere een student geneeskunde die dan weer zegt dat hij het wel heeft geroepen, maar niet in de auto zat die, de, die Sandadia die naar het ziekenhuis heeft gebracht. Mm -hmm. Mm -hmm. Misschien is het ook interessant om in te gaan op de, de KU Leuven en de rol die zij hebben gespeeld. Uh, omdat de, als het gaat over het ongelijk behandelen en het, het aspect klassejustitie, het viel ook heel hard op dat de reactie van de KU Leuven, en daar is ook heel veel kritiek van de publieke opinie op gekomen, heel, uh, heel lax was in het begin. Is dat de, een analyse dat jij deelt? Je moet eigenlijk, om de houding van de KU Leuven te begrijpen, moet je de klok een paar jaar terugdraaien en zien... Uh, hoe werd Reuzegom bekeken? Um, in het... Misschien het, ze, ze kregen ze een taakstraf en ze moesten een opstel schrijven. Ja, ze moesten een, een opstel straf, schrijven. Een straf, en, straf, en de enige ja. die in het begin gesanctioneerd was, was een van de, van de schachten die, die zelf bijna het loodje had gelegd. Um, naast Standard, die, die ook een, een overdosis zout in zijn, in zijn lichaam had. Maar je moet eigenlijk de klok een beetje terugdraaien. Um, ik denk dat iedereen in Leuven wist hoe. hoe um, Wies, reuzengomers, hoe, hoe, wat voor een smeerlapperij zich afspeelde in, in Den Boelen, het stamcafé van de reuzengomers. En toch, ze hadden ook elk jaar een gala. In, meestal was dat, werd dat in Antwerps Hotel gedaan. Dat was dan met ex-reuzengomers, met ouders. Uh, en dan zie je dat die. Ik heb een aantal van die gala-boekjes uh, in de handen gekregen. Dan zie je dat die worden gesponsord door ING, door een. Um, Organisatie van de KU Leuven zelf. Mm -hmm. Dat hele idee van wij kweken hier de toekomstige elite van Vlaanderen, mm -hmm. zat daar geweldig hard in. Mm -hmm. En KU Leuven heeft dat is altijd op die man manier naar Reuzengom blijven kijken. Mm -hmm. Tot op het moment dat er details uitlikken in de pers mm -hmm. over die, die WhatsApp chats. Uh, het. het, het, het zij ook wel het, 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 op een gegeven moment hebben zij inzage gekregen in het gerechtelijk dossier mm -hmm. en dan zie je dat die telefoons van die reuzengommers worden uitgelezen. En een van de dingen waar de generatie 2017-2018 geweldig op kikte, was um, urineren op schachten. Mm -hmm. Dat vonden zich geweldig belangrijk om te kunnen urineren op schachten. Als je die foto's ziet, dan, dan vraag je je af, uh, wa, wa is, hoe is dit zo ver kunnen komen? Uh, uh, en, en, tijdens de schachtenwerving, dat is dan, we zijn dan in eind september 2018, als het allemaal begint, het nieuwe academiejaar, mm -hmm. is er daar de schachtentemmer die hoe hij het precies doet weet ik niet, maar ik geloof dat het met een gevuld sixpack uh, karapiltjes is, slaat hij zo hard als hij kan tegen het hoofd van een van die kandidaat schachten. Die jongen zijn uh, oog raakt, beschadigd. Die gaat voor de rest van zijn leven een bril moeten dragen, want. Uh. En je zou dan denken van... Uh, oei, ongeval, uh, ernstig. I iemand heeft hier een blijvend letsel over gehouden uh, voor de rest van zijn leven. Uh, wat doen zij? Ze gaan in de chats, in de mails, ook naar ex reuzegommers toe, gaan zij dat ophemelen als, zie een keer hoe brut het er dit jaar aan toe gaat. Mm -hmm. En dat, dat vind ik zo... Men zit op proces uh, vragen te stellen over... Wie heeft de bidon vastgehouden om de visoli in de mond van Sandadia te gieten? Ik vind het een veel relevantere vraag om uh, aan de volwassen ex reuzengommers te vragen. Gij leest hier dat uw nakomelingen uh, blijvende letsels aan het toebrengen zijn tijdens die doop. Waar waart gij? Waarom hebt gij niet gereageerd? Mm -hmm. Het was uw verantwoordelijkheid om, 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 om hier grenzen vast te leggen, vind ik. Want het gebeurt helemaal niet. Die, die die ex-leden komen daarmee weg. Je ziet in die chats ook dat er wordt verwezen naar hoe brut het was ten tijde van uh, uh, UNO. Dat is dan de, de codenaam voor iemand die intussen een heel uh, bloeiende tandartsenpraktijk heeft. Uh, waar, waar, is die hun, waar, waar ligt hun verantwoordelijkheid? Uh -huh. Uh -huh. En dat is allemaal het gevolg van het feit dat dat onderzoek op een gegeven moment is, is quasi stilgelegd. Uh -huh. Anders had het. Anders uitgedraaid, denk je? Tom Dat weet ik niet, want, je weet niet maar, wat, wat verder onderzoek had kunnen opleveren. Uh, maar zo, die uno is nooit ondervraagd. Een andere die... Er zijn nog een paar anderen. als je die als journalist contacteert, die vallen compleet uit de lucht. Oh nee, in onze tijd, in onze tijd, we gingen ging, ging er heel ludiek aan toe. Uh, wij deden zo'n dingen die... We, ik ben enorm geschokt door wat ik in de media nu lees. En zo. Mm -hmm. Dat Dat ik je niet. Die... <laughs> Daar heb je je twijfels bij in elk geval. Uh... Ik ben in deze zaak al twee keer heb ik een, um, een, 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 een vermaning opgelopen door de, de Raad voor de Journalistiek, omdat ik hen geen wederwoord verschaf, maar ik heb al zoveel extreuze gommers aan de lijn gehad, en het liegen is zo manifest. Het staat ook in hun chats, waarin ze. Elkaar motiveren van als je als ge, wordt gebeld door journalisten uh, uh, reageer niet, of uh, dat wordt gewoon manifest gelogen. Mm -hmm. Ja, en als je dan ja, ik, ik, die, die, ja, het woord onmenselijk dekt het echt wel, zij. zij en dat heb ik het niet over de 18, 18 verdachten op het, op het proces, maar meer op de, de generaties daarvoor mm -hmm. die waren hebben elkaar gekweekt tot, ja, mm -hmm. onmensen. Dus, uh, je spreekt echt wel over de, de mechanismen en het, het mm -hmm. systeem, zeg maar, dat ertoe heeft geleid dat je eigenlijk zo'n generatie creëert die uh, zoiets doet. Ja, en blijkbaar is dat ook wat men, waar uh, de vrije markt op zit te wachten. Mm -hmm. Mm -hmm. Op dit soort uh, CEO's. Mm -hmm. Oké. Okay. Hartelijk dank, Douglas, uh, voor uw komst. Het uh, boek Ontmenselijk het is uh, zeker een aanrader voor iedereen die meer wil begrijpen achter uh, de zaak Reuzegom. Dus ik uh, bij deze ook een oproep dat iedereen uh, uw boek aankoopt en uh, het verslindt, zou ik zeggen. Bedankt voor uw komst en um, het was mij. Uh, genoegen. Bedankt. bedankt om te mogen komen. Voilà, dank je wel. <laughs>